Goedemorgen allemaal aan iedereen die meekijkt op Facebook, YouTube en ook als het goed is volgens mij bij ons via de site. Met Sigrid Kaag, lijsttrekker van de dag bij ons op de redactie. Fijn dat u er bent. Er zijn alweer een heleboel vragen binnengekomen, Xander. En die gaan wij vandaag weer beantwoorden. Ja, inderdaad. Nou ja, wij niet. Veel vragen, nee. Ja, we gaan de vragen voorleggen aan de lijsttrekker van D66. Zullen we maar meteen beginnen? Ja, absoluut. Heeft u er zin in? Absoluut. Mooi. Vaccinatiebewijs, daar gaat de eerste vraag over van Tjitse. Waarom vindt u het normaal om vrijheden terug te verdienen met een vaccinatiepaspoort, zonder dat er is aangetoond dat je andere mensen niet meer kunt besmetten zodra je gevaccineerd bent? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Ik heb natuurlijk een voorstel gedaan, nu al een tijdje geleden, waarin we zeggen dat we, als we de samenleving voor ouderen, jongeren, ondernemers veilig en verantwoord van het slot willen halen, dan moeten we sowieso, wat er al gebeurt, sneltempo maken met het vaccineren. Je krijgt daar een bewijs voor. Vaccineren is altijd vrijwillig, dus er is geen directe of indirecte dwang. En tegelijkertijd, om diegenen die nog moeten wachten op die prik, of de laatste prik in de bovenarm, Of hem niet willen, die kunnen zich dan massaal gratis laten testen. Dat is de D66-visie. En één van beide krijg je dan een QR-code voor. Hugo de Jonge heeft dat nu ook uitgelegd namens het kabinet. Dan kan je dus naar bepaalde plaatsen toe. Evenementen, andere plekken. Zo kunnen we allemaal weer een beetje gaan leven. En we kunnen de economie ook weer laten herstarten. Ja, u zegt Hugo de Jonge heeft dat ook uitgelegd namens het kabinet. Is dat dan niet gewoon een kabinetsplan waar u ook bij betrokken bent? Nou, het is een hele goede richting opgegaan wat mij betreft. Maar wij hebben wel de politieke keuze gemaakt dat het en-en is om iedereen weer te laten ademen, zou ik zeggen. De economie weer aan de gang te krijgen. En het is een richting. Je moet het kunnen combineren. En wij hebben een integraal voorstel gedaan. Bent u daar ongeduldig in? Ik ben er ongeduldig in, inderdaad. En ik vind de vraag wel terecht, want er is een zorg. En die moet natuurlijk wel in positieve zin beantwoord worden. Hoe de mate van besmettelijkheid kan zijn voor diegenen die al gevaccineerd zijn. En daar is natuurlijk het RIVM nog aan het kijken. Maar je ziet bijvoorbeeld in Amerika alweer dat de Center for Disease Control heeft gezegd dat mensen die gevaccineerd zijn zelfs zonder een mondkapje op straat kunnen. We moeten natuurlijk vanuit Nederland altijd de ervaringen van andere landen ook meenemen. En dat doet Jaap van Dissel. En we hangen natuurlijk af van het wetenschappelijk advies. Maarten die zegt over hetzelfde onderwerp. Voor mijn gevoel strookt het vaccinatiebewijs niet met uw partijprogramma. Wat staat voor gelijke kansen voor iedereen? Ik krijg hierbij toch het gevoel dat er juist een apartheid wordt gecreëerd. Nee, het is het omgekeerde. Ik denk dat er in de eerste publieke reacties, met name op Twitter, gesteld werd dat het of-of was om tweedeling tegen te gaan en juist gelijkheid te bevorderen. Gaat het om een vaccinatiebewijs of een QR-code dat je een sneltest hebt gehad. En ik vind dat die voor een hele fase publiekelijk gefinancierd moet worden, juist ook om mensen die het niet kunnen betalen niet op achterstand te stellen. Dus het is en-en, het is je eigen keuze. Het is niet apartheid, het is ook een groot woord overigens. Ja. Het is open, veilig en verantwoord voor één ieder. Maar er zijn verschillende paden om dat te bereiken. Ik denk ook dat hij bij die apartheid, ik krijg de indruk dat hij dit niet helemaal bedoelde. Nee. Maar misschien ook wel. Kunnen we niet vragen. Wat ik me nog wel afvroeg, hoe lang zou u dat dan willen hebben, zo'n vaccinatiebewijs? Want dat voel je ook bij andere mensen. Die zeggen, ik vind het heel eng dat ik de hele tijd maar moet laten zien onder dwang van de overheid, ik ben gezond. Nou, ik denk dat we een fase hebben. We moeten natuurlijk leren leven met het coronavirus. Er is niet een periode dat we vanaf juli opeens geen virus meer hebben. Dat virus zal rond blijven waren. En het is aan de virologen om te kijken wanneer we echt in een hele veilige fase zijn. Sowieso iedereen gevaccineerd. Maar als je over de grens gaat op een gegeven moment, op werkbezoek of als student, zul je ook moeten laten zien dat je gevaccineerd bent of een negatieve sneltest hebt. Nou, ik doe daar geen uitspraak over, maar het zal nog wel een tijdje duren, denk ik. Maar het hangt ook af van de mate van besmetting die rondwaart in de maatschappij. Dus ons eigen gedrag blijft centraal. Handen wassen, afstand, noem maar op. Is voor u wel belangrijk dat het ook weer een keer verdwijnt, dat vaccinatiebewijs? Ja, nou, als het kan wel, maar daar moet je natuurlijk medisch ook naar kijken. Het hangt af van de stand van het virus. Maar u kan toch niet voorstellen dat we zo'n 20 jaar voortaan moeten laten zien? Weet je, omdat we met een hele ongekende crisissituatie te maken hebben, met een pandemie, zijn we niet gewend ons gedrag op dusdanige wijze aan te passen. We hebben dit hele jaar met z'n allen zijn we toch best knap doorgekomen, hoe moeilijk het ook is.
Dus ik denk dat we niet moeten willen speculeren. Echt niet 20 jaar, dat vind ik sterk overdreven. Maar ik kan me voorstellen dat het nog even een paar maanden of een jaar gaat duren. Maar het hangt allemaal af van het virus en ons eigen gedrag. Een belangrijke vraag is ook, wanneer kan het gaan gelden? Wanneer kunnen we door zo'n bewijs meer vrijheden gaan krijgen? Is dat al volgende maand of wordt dat ingewikkeld? Nou, ik denk twee dingen natuurlijk. A, Hugo de Jonge is bezig met de ontwikkeling van de techniek, zal ik maar zeggen. Ja, dat je de code kunt laten zien. Die heeft het over de zomer. Ik denk dat we er gewoon haast bij hebben. Maar iedereen in het kabinet en daarbuiten is even ongeduldig. Ik zou zeggen, zo snel mogelijk. Een datum prikken kan ik niet doen. Maar zo snel mogelijk. En VNO-NCW en MKB Nederland, die helpen natuurlijk mee. We hebben natuurlijk gelukkig knappe koppen in Nederland die allemaal dit hierbij kunnen helpen. U zegt ook grootschalig gratis tests, sneltesten. Dat vindt D66. Zijn die er dan al bijvoorbeeld? Nou, die productiecapaciteit wordt natuurlijk nu ook opgeschaald. En ik denk dat hier ook enorme kansen liggen voor ondernemers nog om zich daarbij aan te sluiten en dat snel te helpen mee ontwikkelen. Ja. Ander onderwerp. Wendy, die zegt D66 laat iedereen vrij. Maar niemand valt. Ik heb het u al 100 keer zien zeggen, steeds op NPO Start. Kom je heel vaak voorbij. Maar zij vraagt zich af, hoe legt u dat nou uit aan de boerengezinnen die u keihard wil laten vallen? Ik zou zeggen, het is het omgekeerde. Wat wij vertellen is het hele verhaal. Andere partijen die niet willen inzetten op terugdringen van stikstofuitstoot en investeren in kringlooplandbouw, die laten de boeren eigenlijk keihard vallen. Zo voelen de boeren dat niet. Nee, maar het eerlijke verhaal is wel dat we weten als je wilt wonen en bouwen in Nederland. We hebben een groot woontekort. Dat de grootste maatregel die we met z'n allen kunnen en moeten nemen is het terugdringen van de stikstofuitstoot. Waarbij de veehouderij een belangrijke verantwoordelijkheid heeft. Wat wij willen is juist investeren in het veranderen. Dus van de huidige manieren van landbouw en veehouderij naar kringlooplandbouw. We willen de boeren helpen met steun, met subsidies. Ook uitkopen voor diegenen die dat willen. En tegelijkertijd willen we ook juist voor de boeren gaan we op de bres om een eerlijke prijs betaald te krijgen voor je melk, voor je vlees. Want dat gebeurt nu ook niet. En dat is het echte verhaal. Jan die vraagt daarop aansluitend. In het programma van D66 staat dat 50% van de veestapel moet verdwijnen. Weet u wel dat dat minimaal 100.000 banen gaat kosten en de meeste mensen met die banen op het platteland wonen? Daar misschien ook het allemaal weer verder gaat verloederen. Hoe gaat u de verloedering van het platteland tegen? Nou, dat is een hele grote vraag en een hele grote aanname. Ik denk dat ik net al heb gezegd wat wij willen met de ondersteuning voor de boeren. Dat is een andere manier van het vak van boer uitvoeren. Eerlijkere prijs, help bij de omwenteling. Verder natuurlijk is de verloedering tussen aanhalingstekens van het platteland heeft ook mee te maken wat we wel doen aan investeringen om daar andere banen te helpen te creëren. Denk je aan de maakindustrie, dan denk je aan de verbinding met het bedrijfsleven. En mensen kunnen ook van werk naar werk gaan door de investeringen die wij willen doen in bijscholing. Maar je moet het zelf willen, niemand wordt gedwongen. Jerry die sluit hier ook op aan. Die zegt, zal het halveren van de veestapel in Nederland het probleem niet verplaatsen? Is het niet verstandiger om een vleestaks in te voeren om de daadwerkelijke consumptie te verminderen? En ik merk dat dit is een beetje in het verlengde van het debat wat we gisteren hebben gezien met Hoekstra en Klaver. Volgens mij lopen hier uiteindelijk wel stikstof en CO2 een beetje door elkaar. Maar ik ben wel benieuwd hoe u dat ziet. Ja, het loopt een beetje inderdaad door elkaar. Maar wij zijn ook voor de invoering van een vleestaks. Dat is ten dele juist ook omdat de boer een betere en eerlijkere prijs betaald moet krijgen. Tegelijkertijd is onze vorm van veehouderij is eigenlijk bedoeld ook om de kiloknallers bijvoorbeeld naar China te laten exporteren. Derde kwestie is natuurlijk onze klimaatambitie, die willen we behalen. Maar daarnaast heb je de stikstofuitstoot. En ja, als we dat niet oplossen, dan kunnen we gewoon niet bouwen. En dan gaat het over het accepteert niemand. Van die boeren. Dan gaat het over verplaatsen. En in Gelderland stond een interessant artikeltje vandaag, bijvoorbeeld ook weer in de krant. In Gelderland is er te weinig geld juist voor al die boeren die bereid zijn zich te verplaatsen vanuit de nabijheid van bijvoorbeeld de Natura 2000 gebied naar een andere plek. De wachtlijsten die stromen over en er is nog niet genoeg geld. Dus boeren willen in grotere mate, want ze willen natuurlijk ook een ander bedrijfsmodel. Ze willen niet te kampen hebben met grote schulden. Ze willen een eerlijke prijs betaald krijgen. Dus laten we die weg samen bewandelen. Maar het eerlijke verhaal is niet, ga maar door zoals het vroeger altijd was. Want we zijn nummer 2 qua landbouwexport op de wereld. Nou, vergelijk even het plaatje op de landkaart Nederland, Verenigde Staten, wat nummer 1 is. Daar gaat natuurlijk iets niet goed.
Is het een spannend onderwerp voor uw partij? Hoe de boeren zeg maar anders moeten gaan boeren? Want het is nog maar 1,5 jaar geleden. Toen stonden ze hier op het Malieveld. Ook heel veel boosheid richting D66. Ja. Ja. Houdt u daar rekening mee of hoe opereert u daarin? Nou, we proberen natuurlijk iedere keer gewoon uit te leggen waar we voor staan. En dat het niet tegen is, maar is juist met en samen met hen. Merkt u dat ze daar open voor staan? Dat daar nou, verschillende gesprekken. Wordt? Ik denk Tjeerd de Boert, onze woordvoerder, die natuurlijk ook heel zwaar te verduren heeft gekregen. Ja, die heeft bedreigingen en zo. Bedreigingen, die heeft heel veel te verstouwen gehad. Maar die heeft heel veel gesprekken gevoerd. En ik denk echt dat het tij zich zal gaan keren. Maar ja, eerlijk gezegd, een partij als het CDA, die natuurlijk ook daar veel stemmen wil halen, die durven gewoon niet te zeggen wat de commissie Remkes al heeft gesteld. We moeten de stikstof halveren. En ja, de belangrijkste keuze daarin is een ander productiepatroon van de landbouw. Nog één vraag over dieren en dan moeten we misschien maar eens even onderwijs gaan bespreken. Is toch ook wel een onderwerp waar u denk ik ook graag over praat. We kunnen ook de landbouwpartij worden hoor. Ja, nou ja, wie weet. Arjan die vraagt, wat is nou de reden dat D66 niet voor de jacht is? Het is het meest eerlijke stukje vlees. Ja, dat is een hele goede vraag. Tegen de jacht? Ik vind het geen geweldig idee. Ik begrijp ook wel dat altijd het traditionele argument is dat je de balans in het ecosysteem moet behouden. Wij gaan uit van het concept van dierenwelzijn natuurlijk en de norm daarin. Maar ik ben niet echt eerlijk gezegd helemaal op de hoogte van de details van onze positie. Dierenwelzijn staat natuurlijk heel hoog in het vaandel. Hoe het is gereguleerd nu en wat we nog willen aan verbetering, daar ben ik niet op de hoogte. Hij bedoelt natuurlijk een beetje, als je het hebt over vrije uitloop. In de jacht zit je dan goed. Het zijn dieren die gewoon in de wild moeten. Maar je weet ook dat we op heel veel parken dat je dat door de boswachters laat doen. Dat je het peil wilt houden van de diersoorten. Dat je die bescherming ook wilt bieden. En vrije jacht, ja, ik vind het eerlijk gezegd een beetje horen bij een andere eeuw. U bent geen jager, hoor ik. Nee, ik zal het ook nooit worden ook, nee. Het onderwijs dan. Er komen veel vragen over binnen. Logisch misschien wel. Onder andere Frank. Die vraagt over de studiefinanciering, hè? Want dat leenstelsel hadden we de laatste tijd. Veel studenten hebben daardoor een hoge schuld en nu het dan weer teruggedraaid lijkt te gaan worden. Wat kan er dan gedaan worden voor de huidige studenten, dus de groep die er last van heeft gehad? Dat is een enorm belangrijke kwestie en ik heb eerlijk gezegd niet een antwoord waarbij denk ik Frank heel blij zal worden. Het geldt overigens voor de andere partijen. Diegenen die hebben moeten lenen en dus niet baat hebben van het nieuwe systeem, of het oude systeem, die krijgen een compensatie van €4.000. En dat is het. En voor veel studenten die misschien 20, 30, 40.000 euro hebben moeten lenen, is dat natuurlijk eigenlijk een schamel bedrag. Waarom niet meer dan? Omdat het te veel een beslag legt op de toekomstige onderwijsbegroting. En, maar nu legt het een beslag op hen. Het legt een beslag op hen, maar voor de studenten nu al, die willen bijvoorbeeld een huis gaan kopen in de toekomst. De studieleningsschuld wordt minder meegenomen in de hypotheek. En we hebben ook andere voorstellen bijvoorbeeld, waarbij je de hypotheek veel langer kunt uitbetalen. Dus die periode waarin je dat terugbetaalt is veel langer. En we staan ervoor dat je de hypotheek maar tot 50% hoeft terug te betalen. Er zijn andere middelen waardoor iedereen... De schuld, sorry. De hypotheek, ja. De hypotheek is voor mij is schuld. Voor mij, ik heb een grote hypotheek schuld. Voor mij hypotheek is schuld. Waardoor je dus je hele pakket onderaan aan het eind van de maand, waar je er gewoon op vooruit gaat. Het is geen ideale oplossing, dat geef ik meteen toe. Ja, overigens, aansluitend, het gaat dan even over wonen, maar Sophie die vraagt, ik ben heel benieuwd welke kansen je wil gaan bieden voor mensen van mijn leeftijd, tussen de 20 en de 30, die graag een huis willen kopen of huren. Ja, ik weet niet eens of het kans is. Wonen is natuurlijk een recht. Het is absurd hoe duur de huizenprijzen zijn gestegen, maar ook hoe duur het is inderdaad om gewoon een kamer of een klein flatje te huren. Ik denk dat iedereen ambitieuze woningplannen heeft. Wat wij willen is 1 miljoen woningen bouwen. We willen dat het makkelijker wordt, vooral richten op de starterswoningen op de woningmarkt. Ik noemde net al inderdaad het idee over de langere terugbetalingsperiode van je hypotheekschuld.
We hebben nu al in dit kabinet geregeld natuurlijk dat de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt terug is gebracht tot nul. We willen beleggers hoger belasten en ook echt gemeentes de ruimte geven om beleggers te weren. Dus waar, daar creëer je meer ruimte mee. Maar het zijn geen korte termijn oplossingen. Nee, dat wilde ik net vragen. Ja. Want het is niet van vandaag op morgen. Dit is een traject natuurlijk van vele jaren. Waar ik wel heel veel kansen zie om sneller dingen te regelen op hele korte termijn, is dat er veel bedrijven zijn in Nederland die ook die tijdelijke woningen kunnen neerzetten voor een hele betaalbare prijs. Die blijven tegenwoordig al staan voor 15 jaar. Die zijn zowel duurzaam, veel goedkoper en dat kan heel snel. En ik denk ook dat met de leegstand die we zien in coronatijd, veel kantoorgebouwen in een versnelder tempo moeten worden veranderd in woningen voor jongeren en ouderen. En die zijn veel betaalbaarder. Een van de redenen waarom mensen bang zijn dat ze geen huis kunnen krijgen is dus die studieschuld. Dus laten we daar nog even naar terug gaan ook, want er zijn veel vragen over. Tamara heeft bijvoorbeeld een vraag die ik even samenvat voor haar. Die zegt, u wilt nou die inkomensgrens tot wanneer mensen dus een aanvullende beurs krijgen, gaat u verhogen. Hè? Die gaat van 35.000 naar 70.000, als ik het goed heb. Ja. Maar zij vraagt zich af of dat wel eerlijk is, want iemand met 70.000 kan misschien prima mee betalen, maar iemand van 35.000 niet aan de studie van de kinderen. Creëer niet ongelijkheid? Dat is wat zij vraagt. Nou, de bedoeling is, ik kijk een beetje verbaasd, want de bedoeling is natuurlijk om ongelijkheid tegen te gaan. En wat we hebben gemerkt is dat veel kinderen en jonge mensen uit de mensen van met de middeninkomenscategorie ook enorme hinder hebben ondervonden van die lening. En vaak het uitstellen te studeren of misschien niet een andere studie nog durven te vervolgen. Dus daar is goed over nagedacht. En dit is de bandbreedte. Dus je kunt te starten, iedereen krijgt €300. En als je in aanmerking komt op basis van het inkomen van je ouders, kun je nog €400 bij krijgen. En dat is juist om de gelijkheid te bevorderen en de breedte van kansen voor iedereen. U zegt, nu kregen te weinig mensen. Te veel werden ook nog uitgesloten. Ja, veel mensen kunnen niet rondkomen. Hè. Het leven is duur voor de meeste mensen. Hoe kijkt u er nou dat u toch als onderwijspartij mede achter het invoeren hiervan stond? Want dat zullen heel veel mensen denken, ja, nu vertelt u dit. Uw partij dacht er eerst heel positief over. Nou, ik denk dat merendeel van de partijen in de Kamer, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, iedereen stond hier ook achter. De enige partij die er nog steeds niet aan is om het te veranderen, maar vindt u het een fout geweest van is de VVD. Fout geweest van D66? De opzet was een sociaal leenstelsel. De opzet was kansen creëren voor een ieder en tegelijkertijd ervoor, als wij zeggen, mijn kinderen zouden niet recht moeten hebben op een studiebeurs. En dat is eerlijk. Maar wat is gebleken, dat veel jongere mensen juist uit de middeninkomensgroepen ook niet gingen studeren of zoveel bijbaantjes moesten hebben, dat de studiedruk te hoog was en dat de schuld te hoog opliep. Dus dit is een herstel van uiteindelijk een leenstelsel wat niet goed heeft uitgepakt voor de studenten. Wel voor de investeringen voor het hoger onderwijs. Toch heeft ook D66 tot echt niet heel lang geleden dit nog verdedigd. Ja, dat klopt. Omdat wij ook de waarde zagen voor de investeringen in het onderwijs. Maar ik denk dat het goed is dat je beter ten halve gekeerd bent dan ten hele gedwaald. Even over de kwaliteit van het hoger onderwijs. Taco die vraagt, hoe hard gaat D66 zich maken voor dat hoger onderwijs? Want de afgelopen periode leverde D66 een minister. En die zei dat universiteiten holle bolle gijzen waren. Terwijl er een flink tekort is. Ja. Nou, ik denk dat Ingrid van Engelshoven heeft zich enorm hard gemaakt voor het hoger onderwijs. Ze heeft ook echt die financiering kunnen regelen. Het pakket, ook in coronatijd van 8,5 miljard, is ook echt door haar druk en inzet tot stand gekomen. Ik weet niet meer wanneer ze de term hollebolle gijs gebruikte. Maar ik denk misschien dat het erover gaat dat er dan, als je dan geld geeft aan het hoger onderwijs, dat het dan gaat naar besturen en naar organisatie. Het en is niet misschien echt naar de kwaliteit van het onderwijs. Dus ik ga daar niet zozeer commentaar op leveren. Ik denk wat belangrijk is dat wij echt inzetten ook op de 3% Lissabon-norm voor investeringen in kennis en wetenschap. Het hoger onderwijs. En dat zal ook de kwaliteit ten goede komen. Want er is ook meer ruimte voor de wetenschappers om onderzoek te doen. We hebben contracten nu geregeld, de contractverlenging van 20.000 jonge wetenschappers die anders op straat hadden gestaan. En alles past bij elkaar. Ja. En ik denk dat het recente studie, ik meen dat was KPMG, over de noodzaak om 1 miljard te blijven investeren in natuurlijk wetenschap, kennis en innovatie, dat zal ook weer het hoger onderwijs ten goede komen. Dat is misschien wel het gevaar. Hè? Er wordt steeds gesproken over miljarden. Er komt dus een coronasteunpakket van 8,5 miljard. D66 wil zelf de volgende periode 10 miljard in het onderwijs investeren. Ja.
Is er dan niet het risico dat dat dan allemaal gaat naar organisatie in plaats van dat het echt ervoor zorgt dat er beter betaalde, enthousiaste mensen voor die klasse staan? Ja, maar dat is een goede vraag. Het gaat niet naar organisatie inderdaad. Dat is absoluut niet de insteek. Dat zie je nu ook met de 8,5 miljard. Maar hoe zorg je ervoor dat dat echt niet gebeurt? Nou, dat is, wij willen dat met de onderwijsinvesteringen dat die echt naar de docenten gaan, naar de klassen. Niet inderdaad naar de organisatie in derde lijns verantwoordelijkheid. Wij willen die autonomie versterken en het geld gaat ook direct naar de wetenschappers. Ja. Daar kun je kiezen en daar kun je op sturen. Hoe ziet dat er praktisch uit? Leraren krijgen beter betaald. We hebben er meer kleinere klassen bijvoorbeeld. Kleinere klassen, hogere salariering, dat is natuurlijk basisonderwijs, hoger onderwijs. Extra leerkrachten voor de klas, het vak van de docent aantrekkelijker maken. Salarisvoorwaarden zijn er één, maar werkdruk is een ander. Meer tijd om de klassen voor te bereiden, dat moet dan onderdeel worden van het salaris. Dus een docent die gemiddeld 24 uur per les geeft, doet dat 20 uur, maar heeft 4 uur tijd om voor te bereiden in plaats van het nu in je weekend te moeten doen. Dat blijft een enorme uitdaging, zeker nu na corona. Hè? Want iedereen, hoe kijkt u daarnaar, die achterstanden die er zijn? Nou, ik vind het heel schrikbarend en daarom moeten we nog meer inzetten op onderwijs en de ruimte geven. Want kinderen die nu met een achterstand weer naar school komen, zeker die al uit de kansarme wijken komen en eigenlijk al met een achterstand zijn gestart, die zullen het heel moeilijk krijgen en dat moeten we niet veronachtzamen. En die leraren en docenten hebben we niet 1, 2, 3, dus in plaats van 24 uur zullen die misschien de komende tijd wel 34 uur moeten werken. Nou, we moeten dat in goed overleg, moet dat met hen besloten worden, maar weer autonomie op de school. En ik heb scholen bezocht, bijvoorbeeld Kroevendonk, waar dat allemaal door de docenten zelf wordt bepaald, hoe ze inclusief onderwijs geven voor het kind op het tempo en hoe ze de leerdoelstellingen halen. En dat kan heel anders met minder bureaucratie. We gaan dwars door uw verkiezingsprogramma heen. Hanna kijkt ook mee. En die, ik kijk trouwens af en toe op mijn mobiel voor de mensen die dat niet weten, maar daar krijgen we ook nog de nieuwe vragen binnen. Hanna zegt, waarom bent u voor de voltooid levenwet? Is dat indirect geen moord op oude mensen? Het is toch veel belangrijker dat er gezorgd wordt voor dingen tegen eenzaamheid. Kunt u daar iets over zeggen? Nou, twee dingen. Wij zijn vol voorstander van de initiatiefwet Voltooid Leven. Die ligt nu in de Tweede Kamer. Het is de eigen keuze van de ouderen die ervaart dat zijn of haar leven voltooid is. En er is een heel zorgvuldig proces aan verbonden. Dus nee, het is uiteraard nooit moord. Dat is strafbaar. Maar het komt uit de ouderen zelf. Stel je voor, ik ben 75 en ik heb echt het intrinsieke gevoel dat ik klaar ben met mijn leven. Ik wil niet meer door en ik wil sterven op de manier zoals ik die kies. Daar hebben we een zorgvuldig proces voor ontwikkeld. En als je staat voor de vrijheid van elk individu in de samenleving, in de invulling van je leven vanaf het start tot het einde, dan is voltooid leven ook iets waar wij als beschaafde samenleving naar moeten willen kijken. En de maatschappelijke veranderingen, die spreken daar ook over. Tegelijkertijd moet je natuurlijk werken aan eenzaamheid. Je moet ouderen bij alles betrekken. Maar het gaat om eigen keuze en dat is een groot verschil. Ik begrijp dat u zometeen ook alweer door moet naar een nieuwe afspraak. Maar nog eventjes, gisteren zei u bij Nieuwsuur dat het wel een punt is waar u zich heel erg hard voor wilt maken. Maar is dat dan een breekpunt in een formatie? Hoe moet ik dat zien? Het ligt in de Tweede Kamer. En zoals ik al eerder ook zei en gisteren bij Nieuwsuur, wat ons betreft, wat mij betreft, zijn deze medisch-ethische kwesties een vrije kwestie. Daar moet je geen formatieafspraken over maken. Dat hoort bij het maatschappelijk debat en daarmee hoort het daarna in de Tweede Kamer. Dan kan het daarover gedebatteerd worden. Dit is kwesties van leven en dood zijn voor mij geen uitruil. Maar u vindt het dan wel belangrijk dat het vrij besproken mag worden in de Tweede Kamer? Dat ook niet wordt afgesproken, we doen er niks mee. Precies, absoluut. Dus, ja. Is het dan ingewikkeld met de ChristenUnie bijvoorbeeld? Nou, het is aan de ChristenUnie om dat te bepalen. Maar dit lijkt mij de transparantere en eerlijkere weg om dat zo te doen. Ja. Hoe weet jij trouwens dat mevrouw Kaag weer naar een andere... Die man die daar zit, dat is, dat is Daan. Dat is, gaan we inderdaad naar het eind toe. Ja. Nog even... Dat is ook nieuws voor mij. Ja. Ja. U gaat naar RTL. U wordt helemaal geleefd. Oh. Ja. Twee korte vragen aan het eind. Ravier die vraagt, stel u zou premier worden, want dat wilt u nog steeds, hè? Ja, iedereen moet dat willen, ja. Nou, die lijsttrekker is. Okay. Niet jij. Nee, u vindt dat bij mij aan de ambitie schort, maar nee. Wat gaat er concreet veranderen na 10 jaar Rutte met premier Kaag? Nederland wordt eerlijker, groener en we maken een grote slag in het tegengaan van kansgelijkheid. Maar we moeten ook een rechtvaardigere samenleving worden. Ik vind dat Nederland afgegleden is, ook op het gebied van waarden. En het is heel belangrijk dat we goed naar onszelf kijken en ook tolerantie in ons gedrag met en naar elkaar
echt weer centraal stellen. We moeten vanuit mensen denken en waarden werken. Ja, die waarden hebben hier misschien ook mee te maken, maar inclusiviteit misschien ook. Ronald, ja, die vraagt tot slot, waarom sluit u burgers, welke op PVV of Forum voor Democratie stemmen, uit? Bent u zich wel eens gaan verdiepen in die mensen? U sluit ze uit omdat u niet met die partijen wil gaan samenwerken. Zeer zeker. Ik sluit de kiezer nooit uit. Die nemen we heel serieus. We nemen ook hun zorgen serieus. Maar het gedachtegoed van een PVV, wat een discriminerende politiek bedrijft, ook als ik kijk naar het verkiezingsprogramma en Forum voor Democratie, als ik kijk naar de uitingen over antisemitisme, vrouwenhaat of xenofobie, ja, daar wil ik niet mee samenwerken. Ja, maar hij zegt, wij voelen ons niet gehoord in het huidige beleid of door de huidige politiek. Moet je niet meer naar die mensen luisteren? We luisteren uiteraard naar hun zorgen als het gaat om de woningmarkt, als het gaat om banen, als het gaat om de toekomst van werk. Maar het is wat anders dan je aan te sluiten of te willen samenwerken zoals VVD en CDA doen in Brabant, met partijen die openlijk discrimineren en daar ook nog trots op zijn. Dat verwijt u ze? Ik verwijt dat zeker, ja. Nou, voordat we de situatie krijgen dat Daan nu hier echt komt wegtrekken, moeten wij er denk ik maar gewoon beleefd een einde aan maken. Moet straks alleen koffie drinken bij koffietijd. Ja. Gaat u daar naartoe, koffietijd? Ik weet het niet. Wat is het plan? We kijken naar Daan. RTL Nieuws. Oh, ook leuk. Nou ja. Goed, ja. Wij sluiten af. Dank u voor uw aanwezigheid. Dank. Succes in de laatste week, dat mogen we zeggen. Want dat zeggen we tegen iedereen. Iedereen, Ardy. Zo is dat. Morgen is er weer een live sessie met een lijsttrekker. En dan is de gast... Wopke Hoekstra. Ja. Ik heb het goed. Gisteren was ik u vergeten. De vragen voor hem kunnen aan het eind van de dag ingeleverd worden via nos.nl of op Facebook. Dank voor het kijken. Doeg. Tot morgen.